We hebben een rode loper, jongens. Hij ligt er wel. Rode loper. Je ziet het. Hij ligt er. Hij gaat getrouwd worden, zeker. Gaan jullie trouwen toevallig? Ja, we gaan trouwen. Voor, ja. Voor de mensen die dat niet weten, goedemorgen. Ja. Gerard Koen. Ja. Okay. Goedemorgen, Erik. We hebben de primeur, want er gaat zo een trouwrijtje komen. Dus we kunnen heel snel even kijken naar de trouwzaal. Dat is misschien wel leuk voor de mensen die hier niet vandaan komen. Wat is de trouwzaal? Gaat hij ook? Goedemorgen. Dit is de trouwzaal. Hoi. Oh, er zijn voorbereidingen bezig. Maar betrekken jullie die in het festival? Nee, deze niet. Deze deur blijft dicht. Deze deur blijft dicht. Ja. Dus hebben de mensen toch even kunnen kijken. Maar nu we hier dan toch staan, hier is ook nog een beetje licht. In de duister is het Huis van Middelburg. Maar we zijn hier omdat jullie samen nu het wijnfestival gaan doen. We hebben elkaar natuurlijk al op... jou kennen we van het bierfestival, jou van het wijnfestival voorheen. Ja. Onder meer. Ja. En Gerard en Koen. Ja. Maar nu gaan jullie samen in zee. En wat betekent dat allemaal? Ja, eigenlijk is het vorig jaar begonnen. Hè? Vorig jaar december zijn wij begonnen met de Smaak van Winter en Wijn. Dat hebben we samen opgezet. En, Was jij wel al bij betrokken? Ja, sorry. Dat deden we samen. Ja. En het wijnfestival dat was in 2016. En in 2017, dus dit is eigenlijk de derde keer dat we het wijnfestival doen. Precies. Alleen de tweede keer nu in het stadhuis. Ja, en wat zijn dit jaar de plannen? Want we staan nu bij de entree van het Middelburg Stadhuis. Ja, ja goed, wil jij het? Nou, we hebben op vrijdag 12 en 13 hebben we het wijnfestival. Ik kom straks nog wel even kort op wat site-event. Maar 12 en 13 is het wijnfestival met meer dan 100 wijnen. Leuke gerechtjes, oesters, kaas. Wat vergeet ik nog, Koen? Chocolade natuurlijk. Restaurateurs uit Middelburg. Dus zijn eigenlijk de combi's van eigenlijk dat je een wine pairing kunt doen. Je kunt een wine pairing van die producten met wijn doen. Je kunt ook gerechtjes met wijn. Je kunt natuurlijk zelf de wijnen proeven. We hebben 100 wijnsoorten. We hebben allemaal lokale of regionale wijnondernemers. Maar we hebben er ook eentje uit Vlaanderen, Brugge. Dus dat is wel heel erg leuk. Oké, nou dat is heel mooi. Ja. En zullen we dan ook even boven kijken? Ja, dat is leuk. Nou, goed, hier kom je straks binnen, hè. Dat is de ontvangst. Dus hier zal een gilde staan. De toiletten zijn hier voor de mensen die dan af en toe van boven naar beneden moeten. Garderobe voor het ontvangst, de mensen hun jas kwijt kunnen. En dan wordt de entree hier bij de trap en dan gaan we naar de burgerzaal naar boven. En als we dan toch lopen, wat kost die gein en dat soort dingen? Kaarten verkrijgbaar? Ja, kaarten zijn online verkrijgbaar via middelburgwijnfestival.nl. Okay. En kaartjes zijn 10 euro in de voorverkoop, die is nu bezig. En die kost 10 euro met 2 muntjes, dus eigenlijk 2 wijntjes heb je erbij. Nou, dat is een schappelijk bedrag. Ja, en dan krijg je een boekje en een leenglas, die kan je dan overal laten. Je ziet het stadhuis op een oude plaat, dat pakken wij even mooi mee. Zo mooi, mooi schilderij. Ja, dat is een fantastische ruimte hier. Hier bevindt u zich nu. Ja, het is wel een fantastisch gebouw om iets te kunnen organiseren, toch? Dit straalt zoveel historie uit. Is dan zo'n Roosevelt Academy hier ook bij betrokken of faciliteren die alleen de verhuur? We hebben straks nog wel een wetenschapsdag. Kijk uit. Dat is niet straks. Op de donderdag hebben we een wetenschapsdag. Met gasten uit Parijs en uit Amsterdam. Waarbij we echt gaan kijken naar de geschiedenis van Middelburg als historische wijnstad. Want dat is echt tussen de 13e en 17e eeuw. En dat is eigenlijk wat heel veel mensen niet weten. Dat is natuurlijk een beetje een verborgen verhaal van Middelburg. Wat we eigenlijk door dat event handen en voeten proberen te geven. Maar we proberen daar ook wel wat meer onderzoek naar te doen. Maar jij hebt daar ook wel eens een lezing over gegeven, toch? Ja, daar heb ik ook wel eens een lezing over gegeven. Maar wij hebben wel eens gesproken. Dat is super interessant, ook vanuit Middelburg dronken. De geschiedenis aan het dok en Brezendrik dok. Ja. Ja, we hadden toch de stapelrecht in Middelburg. Nou, we hadden het stapelrecht, maar daar zijn dus dit is een beetje discussie over. Maar we hebben ook Gertrude van de Ketterij, die komt uit Arnhemuiden. Okay. Die gaat ook een verhaal houden over Arnhemuiden, want dat was eigenlijk de voorhaven. Want vroeger had je een bochtige Arnhem. Ja. En daar kwamen die schepen dan met de wijn, of ze gingen daar voor de reden van Walcheren liggen. Of er werd een deel naar Middelburg zelf vervoerd, waar dan de stapelplaats eigenlijk. En mevrouw van de Ketterij, waar kunnen we die van kennen? Is dat een geschiedkundige? Het is een geschiedenisdocente, maar ze promoveert ook bij Arjan van Dixhoorn op de University College Roosevelt. Nou, en dus hebben we ook die wetenschapsdag op donderdag. Okay. Maar dat is dan een beetje voor de wetenschappers, semi-wetenschappers. Ik ben zelf ook een beetje een semi-wetenschapper. En dan proberen we dat via het event, via het wijnfestival, voor iedereen toegankelijk te maken. Precies, dat wordt eigenlijk op voortgeborduurd. Lopen we even door naar binnen. Ja, nou ja, die zaal. Er staat nog een opstelling van een of ander congres. Ah, was er ook TV-congres deze week?
dat we niet mochten komen. Woensdag. Ja, afgelopen woensdag, ja. Ik krijg gewoon een mail binnen. Ja, u had deze zaal geboekt. Ik denk, ik heb helemaal niks geboekt. Ik heb een afspraak met deze twee heren. Maar dat doet me wel bedenken dat je dus blijkbaar deze zaal gewoon kan boeken. Dus als ik nog eens een keer een feestje doe, weten jullie toevallig wat dat kost om een zaal te boeken hier? Nou, een feestje boeken, ik denk dat ze dat niet toestaan. Oh, echt niet? Ik denk dat het wel één voor de promotie van Middelburg moet zijn. Het moet associaties hebben met Middelburg als historische stad. Maar reken maar dat als ik een feestje geef, dat het altijd associatie Middelburg is. En dan, nee, die en linker, dat daar kom ik gewoon mee weg. Want, ja. En ik denk dat op jouw feestje komen er natuurlijk heel veel mensen. Nou ja, je weet maar nooit als ik het mezelf niet hoef te betalen. Misschien haak ik nog wel eens een keer. En mijn jongens gaan ietsje dichter bij elkaar staan nog. Ja, anders wordt het lastig filmen. Ja, maar in deze zaal, vertel nog even kort over het programma. Want we zitten alweer aan de vijf minuten. Je moet voorstellen, je komt hier binnen en er staan hier dus een aantal wijnkoperijen. Er staan wijnimporteurs, zeg ik goed. We hebben er dus uit Middelburg, bijna alle wijnhandels in Middelburg die doen mee. We hebben dus een restaurateur, hier kan hij dus een klein hapje eten en dat is, had hij al verteld, een oestertje of wat dan ook. En dan een food pairing met een lekker wijntje. Nou, daar zijn de experts die dat doen, hè, met chocolade, met oesters en met noem het allemaal, kaassoorten. Dus we gaan het mooi aanlichten, zodat het mooi is. We hebben zelfs op zaterdag, waar we er straks begonnen aan de voorkant, hebben we op zaterdag nog een ambachtenmarktje, hè? Noem je dat? Nou, middeleeuwse ambachtenmarkt. Okay. Dus je moet eigenlijk ook een beetje de middeleeuwse sfeer binnenkomen via de middeleeuwse ambachten- en handelsmarkt, waarin we een aantal ambachten hebben staan, ook wel wat verkoop, dat een beetje afgewisseld wordt. Dus ik denk van ja, dan kom je al in de sfeer. En de voorhal is ook een beetje in die sfeer en dan kom je hier en denk je, jongen, wat een prachtig gebouw. Ja, maar dat is het ook. Dat is het gewoon. Ik woon hier 18 jaar, ik was hier nog nooit geweest. Deze zaal niet, mee? Nee. Ik ben blij dat hij het zelf zegt. Ja. Vier weken geleden voor het eerst kwam ik hier binnen en ik was er stil van. Ik ben nooit stil, dus dat is echt een unieke. Maar zo ben jij misschien nooit een café Mambo's geweest, hè? Zo heeft iedereen wat. Ja, dat is heel lang geleden. Maar, nee, maar het is wel zo dat natuurlijk eigenlijk heel veel Middelburgers, maar ook bezoekers van buiten willen graag naar binnen. Maar zelfs ook Middelburgers zijn hier eigenlijk toch vaak niet geweest. Er was vorig jaar met de 800... het jaar 800, was er een grote receptie bij, met 600 mensen. Of hoeveel mensen kunnen jullie maximaal hebben eigenlijk? Ik denk dat je rond de 500 mensen. Ja, daar zit je in een end. Moet wel en het is middags van 3 uur tot 11 uur. Hè? Ja. Dus we hebben een soort van tijdsperiode. Je hebt van die mensen die gaan smiddags om 1 uur of 12 uur al een wijntje drinken. Ja. Dat doen ze veel al in Vlaanderen. Hier in Nederland wat minder, dus maar als je om 3 uur open gaat, dan is dat wel oké. Okay. Ja, maar dan klokken we er. Geen probleem. Hebben jullie verder nog iets te melden, heren? Want dan blijven we netjes onder de 10 minuten. We zijn misschien wel leuk ook. Nee, tossen. Nee, dat is te redden. Nou, we hebben nog. Ik heb nog één dingetje. Ik heb met de cinema ook een lezing. Oké. Okay. Over, nou ja, niet een lezing. We hebben wel een introductie van Middelburg als wijnstad. En daarna hebben we een film waar wijn de hoofdrol in speelt. En daarna kun je een wijntje proeven in de cinema. Okay. En ik heb op donderdagavond, na de wetenschapsdag, heb ik een lezing over Georgië. Georgië, haar cultuur, haar geschiedenis en haar wijnen. Want de oorsprong van de wijncultuur van de hele wereld, van 7 of 8000 jaar geleden, die ligt in Georgië. We hebben daar een spreker over en daar kun je Georgische wijntjes proeven. Ik zie nu ook dat je bijna op gaat zeggen, nu komt toch de liefhebber. De liefhebber komt hier naar boven. En dat is het verschil, hij is van de geschiedenis en ik ben van het wijn drinken. Ja, en van de commercie. En bier drinken. Dus heb jij nog wat toe te voegen? Ik had wel wat toe te voegen. Wij toevallig gisteren contact gehad. Voor de mensen een stukje commercieel aspect wat we erbij hebben. En dat is misschien wel heel erg leuk voor de mensen die regelmatig televisie kijken. Het is een nieuw tv-programma, het is al een poosje bezig. Dat heet het Dorp Ollerlei. Heb ik al eens voorbij zien schuiven? Juist, nou goed, er zitten wat mensen, er zit een stelletje bij. En die gaan dus een soort limoncello hebben die gemaakt. En die gaan wij exclusief schenken op dit festival. En er zijn nog onderhandelingen, ik kan er verder nog niet te veel van zeggen. Want ik krijg nu straks de SBS weer in mijn nek. Vorig jaar hadden we ook iets met een prosecco, dus ik ga niet te veel toezeggingen doen, prosecco, maar we hebben daar contact over en dus dat gaat een volg krijgen. Ja. Nou, hartstikke leuk. Dank jullie wel voor de toelichting en ik wens jullie een heel mooi festival. Ik ben uiteraard ook van de partij. Absoluut. Ik ben ook wel. Dankjewel.